Hoi allemaal, welkom bij Fem. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je deze brownie in een mok kunt maken. Super simpel en snel klaargemaakt, dus mocht je hier benieuwd naar zijn, blijf dan zeker kijken en ik wens je heel veel plezier. Je hebt nodig bastardsuiker, cacaopoeder, gewoon rauw cacaopoeder, patentbloem of eventueel tarwebloem, een ei, volle melk en dan heb je ook nog nodig roomboter, wel ongezouten en een strooiseltje voor het versieren van de brownie. Het eerste wat je doet is de boter smelten en ik heb ongeveer 30 gram boter hiervoor gebruikt en dat heb ik heel eventjes in de magnetron laten smelten. Nu voeg je de rest van de ingrediënten toe en alle hoeveelheden staan hieronder in de beschrijving, dus dan kan je dat makkelijk terugvinden. Nu is het tijd om alles tot een glad beslag te mengen en vervolgens verdeel ik het in een mok. Ik heb de mok vervolgens in de magnetron gezet, ongeveer een minuutje lang op 900 watt. Nu is het tijd om de brownie te versieren. Je kunt eventueel slagroom of een stukje slagroomijs erop doen. Ik heb gekozen voor een strooisel en deze is van de Action. Het is een witte strooisel van chocoladestukjes. En dan kun je nu je brownie gaan opeten. Ik vind hem super lekker en het is ook nog eens heel erg simpel en snel om klaar te maken. Dus ik zeg alvast eet smakelijk en bedankt voor het kijken en ik zie jullie de volgende keer weer. Doeg! Laten zien hoe je zelf de kopertrend bij jou thuis kunt toepassen en specifiek voor heel weinig geld.